Namens ABN AMRO Mees Pierson van harte welkom bij Financial Focus. We gaan in de serie met topondernemers ditmaal in gesprek met Piers Winkels van Bavaria. En gaan we met name duiken we in het fenomeen familiebedrijven. Hoe is het om lid te zijn van een familiebedrijf? En hoe is het om als ondernemer binnen een familiebedrijf te opereren? We gaan erover in gesprek. Piers Winkels, van harte welkom. De naam Bavaria, we hadden het er in het voorgesprek al heel kort even over. Waar ligt de origine van die naam? Nou, de origine gaat terug naar 1924. En toen besloot mijn overgrootvader om een nieuwe brouwerij te bouwen. En dat was een brouwerij die kon pils brouwen. Nou, en pils is wat anders dan wat jullie Wat we in Nederland 100 jaar geleden dronken. Hè? Dat dronken we meer een soort donker bier zonder schuimkraag. Een eelachtig bier zoals we in Engeland kennen. Hmm. En dat pilsnerbier kwam toen overwaaien uit Tsjechië en Beieren naar Nederland. En mijn overgrootvader besloot om een hele grote investering te doen en de hele spaarpot leeg te gooien en een nieuwe brouwerij te bouwen die dat pilsnerbier kon brouwen. En omdat hij zocht eigenlijk een manier om aan de consument duidelijk te maken van dit is een nieuw product, mm-hmm. dit is een nieuw bier mm-hmm. in Nederland. En de naam Bavaria was eigenlijk een gouden vondst, omdat dat een verwijzing is naar de brouwmethode die juist uit Tsjechië en Beieren kwam overwaaien. De Bavaria is het Latijn voor Beieren. En die brouwmethode, ja, daar wilden wij een verwijzing naar maken destijds. En ja, sinds die tijd heet het bedrijf ook Bavaria. En dat had nog wel wat voeten in de aarde, begreep ik net, hè, om die naam zo te houden. Want op een gegeven moment is er nog een claim gelegd op dat jullie die naam mochten voeren. Daar zijn jullie nog lang mee bezig geweest. Nou ja, de naam was enerzijds natuurlijk een hele goede naam. Want internationaal gezien is Bavaria een hele goede naam voor een biermerk. Ja. Maar in 1994 kwam er een nieuwe wetgeving in Europa. En in die nieuwe wetgeving werd het voor geografische gebieden mogelijk om het als merknaam te deponeren. En daardoor hebben wij een hele lange juridische strijd gehad. Zoals de Parmaham. Ja, bijvoorbeeld. Champagne, ja, Parmaham enzovoort. En toen kwam Beier om de hoek. En toen kwamen de Beierse bierbrouwers op de hoek. En die hebben 20 jaar lang geprocedeerd met ons over die naam. En uiteindelijk hebben we in eigenlijk alle lidstaten buiten Duitsland hebben wij die rechtszaak tot het Hoge Rechtshof gewonnen. En Duitsland loopt zelfs nog eigenlijk. Die in Duitsland loopt nog. Meer dan 20 jaar al. Ja. Ja. Daar zouden we al een half uur over kunnen praten. Ja. Gaan we niet doen. We gaan het hebben over het familiebedrijf, hè, wat jullie zijn. Voordat ik daarover met jou ga praten, hebben we een kort profielschets gemaakt van jou als ondernemer en van het bedrijf. Laten we daar even naar gaan kijken. Ja. In het rijtje succesvolle familiebedrijven is bierbrouwer Bavaria altijd in de hoogste regionen te vinden. In 2015 werd de bierbrouwer zelfs uitgeroepen tot het beste familiebedrijf ter wereld. De zevende generatie Swinkels houdt de touwtjes inmiddels strak in handen. Piers Swinkels, geboren in 1975, is een van die familieleden. Hij is het jongste directielid en als Chief Commercial Officer onder meer verantwoordelijk voor de bier- en frisdrankactiviteiten wereldwijd. Peer maakte vooral naam door de merkrestyling waar hij Bavaria doorheen loodste. En door het bedenken van diverse PR- en marketingstunt, waardoor Bavaria langzaam maar gestaag zijn iets wat stoffige imago van zich afschudde. Een van de meest bekende stunts is de actie rond de Bavaria Babes tijdens het WK voetbal in 2010, waar een enorme rel omheen ontstond en waardoor de hele wereld in één klap Bavaria kende. Maar ook commercials met bekende namen als Playboy-baas Hugh Hefner kregen volop aandacht. Niet slecht voor een familiebedrijf dat vanaf 1773 al in handen is van de familie Swinkels. Peer stuurt het bedrijf aan samen met 4 andere familieleden. En als er iemand iets kan zeggen over hoe het is om een familiebedrijf te runnen, dan is hij het wel. Wat maakt een familiebedrijf nou zo anders dan gewone bedrijven? En is de volgende generatie Swinkels er alweer klaar voor? Daar gaan we het straks over hebben, of die volgende generatie er al inmiddels klaar voor is. Want volgens mij ben jij nog lang niet klaar, in ieder geval. Dus die volgende generatie, maar daar wil ik straks ook iets over weten. Maar om te beginnen, oktober 2015, beste familiebedrijf ter wereld. Nou is elke award en elke prijs, daar kun je natuurlijk heel lang over gaan discussiëren. Maar dit was volgens mij wel een prestigieuze prijs jullie krijgen. Hoe word je dat, beste familiebedrijf ter wereld? Ja, daar is een heel proces aan vooraf gegaan. Ja. Van jaren eigenlijk. En begonnen ooit omdat wij een prijs die onder andere met IMD, dat is de bekende business school in Lausanne. Ja. Die zit daar onder andere achter. En jarenlang is daar gewerkt ook aan een case. En uiteindelijk zijn er natuurlijk ontzettend veel familiebedrijven in de wereld waar je het kan kiezen. Maar het model zoals wij het voeren, dat is een uniek model, ook in de wereld. En dient vaak als voorbeeld voor andere familiebedrijven. En op basis van die case is er uiteindelijk besloten om die verkiezing te krijgen. En wat kenmerkt dat model?
Nou, kijk, ik denk dat het redelijk uniek is dat je met 27 familieleden in het bedrijf, zeg maar allemaal op één locatie eigenlijk, het bedrijf leidt. En dat is de huidige situatie. De huidige situatie, 27 familieleden in het bedrijf werken. En ook een aantal, heel aantal familieleden niet, hè, die weliswaar ook als aandeelhouder, certificaathouder in het bedrijf zitten. Maar dat er zoveel mensen van de familie ook in het bedrijf werken en zowel het eigendom als de leiding ook in handen hebben. Ja, dat is vrij uniek in de wereld. Een aantal andere kenmerken die werden genoemd is het aanpassen aan de veranderende omstandigheden in de markt. Het aanpassen van het bedrijfsmodel. Maak dat eens concreet. Waarom kunnen jullie dat zo goed? Nou, ik denk dat er zijn een aantal factoren waar ze naar kijken bij het toekennen van zo'n prijs. Innovatie is een heel belangrijk onderwerp. Marketing en innovatie. Ja. Het is sustainability, dus duurzaamheid. Ja. Nou zijn wij ook nog de enige brouwer in de wereld die langs de richtlijnen van ISO 26000 werkt. Dat is de MVO. Hij zegt mij net niks. Okay. Ja, dat is de MVO-norm zeg maar, in de wereld. Ja. En ook het governance model, hè, zoals het zo mooi klinkt. Hè. Dus dat wil zeggen, de hele hoe het bedrijf bestuurd wordt, hè, van eigendom tot aan de vloer, zeg maar. En alle stakeholders die erbij komen kijken, hoe we dat geregeld hebben. En die combinatie van die drie factoren, die heeft geleid tot de uitverkiezing beste familiebedrijf van de wereld. En ook wat ze ook nog zeiden was de betrokkenheid met de plaatselijke gemeenschap. Ja. Is die ook nog bij jullie heel sterk? Hoe regionaal is jullie rol nog? En Je ziet, dat was een van die pijlers, hè, dat duurzame model wat wij voeren. Het model waarbij we eigenlijk het bedrijf in bruikleen van de volgende generatie hebben, zoals wij dat noemen. Ja. En als je het bedrijf in bruikleen van de volgende generatie hebt, dan is continuïteit het allerbelangrijkste. Boven elke andere, ofwel aandeelhouderswaarde gedreven mentaliteit of een... Wat voor andere stakeholder gedreven mentaliteit dan ook. Ja. Dus die continuïteit en daarmee ook de verbinding met onze regio. Natuurlijk zijn we internationaal actief in heel de wereld. Maar de roots die liggen heel duidelijk natuurlijk in Brabant. In het plaatsje Lieshout waar we vandaan komen. Een groot deel van de mensen werkt bij ons bedrijf. Van het dorp. En die verbinding is natuurlijk heel erg belangrijk voor ons. Dus wij vinden het heel belangrijk om enerzijds de wereld in te trekken en dus sterk internationaal georiënteerd te zijn, maar anderzijds ook de verbinding en de roots naar waar je vandaan komt nooit te verloochenen en te vergeten. Ja. Wanneer is het, in welke generatie, want jullie zijn de zevende generatie, of jij bent de zevende generatie, en de leiding bestaat nu uit een aantal neven. Die zijn allemaal zevende generatie, toch? Ja, klopt. Welke generatie heeft voor de eerste keer zich gerealiseerd van, wacht even, ik kan me voorstellen als je begint, dat je nog niet een visie hebt van we hebben het in bruikleen en dit gaat zeven generaties, bestaat het nog? En wanneer is dat momentum gekomen dat er een generatie van zegt, wacht even, we hebben hier echt een bedrijf te pakken, we groeien nu heel hard en we moeten dingen echt gaan structureren als bedrijf? Nou, voor elk familiebedrijf geldt eigenlijk wel dat de overgang van de ene naar de andere generatie is vaak een moment van bezinning. Ja. En je gaat kijken van, gaan we door als familie? Willen we doorgaan? Of is het voor het bedrijf beter of niet beter om in de familie te blijven? En dat is bij ons, bij iedere generatie natuurlijk ook wel in min of mindere mate zo wel geweest. Alhoewel het onafhankelijkheidsstreven altijd een hele belangrijke driver is geweest voor ons bedrijf. Wat bedoel je met onafhankelijkheidsstreven? Dat het onafhankelijk blijft. Dus niet in de publieke handen komt. Nee, of in andere aandeelhouders handen of iets dergelijks. Wij halen de lol zeg maar meer uit het bier, het product waar we mee bezig zijn, het werk. Ja. Zeg maar. Wij vinden dat zelf het mooiste wat er is. Ja. Dan bij wijze van spreken het bedrijf te verkopen en ergens in Zuid-Frankrijk op het strand gaan liggen. Ja, dat kan en dan natuurlijk altijd, niet meer kunnen doen wat je het leukst vindt om te doen. Precies. Ja. Is er bij jou ooit twijfel geweest om in het familiebedrijf te gaan starten überhaupt? Ik kan me ook voorstellen dat je andere paden had kunnen bewandelen. Of was dat geen optie? Nou, nee, in alle eerlijkheid was het voor mij persoonlijk zo dat ik helemaal niet in een familiebedrijf ben begonnen. Want ik ben nadat ik econometrist, als econometrist afstudeerde, ben ik bij Unilever gaan werken. Dus en echt met het idee van daar ga ik niet bij het familiebedrijf werken. Dat was in eerste instantie helemaal niet het doel. Nou, toen op een gegeven moment toch de vraag kwam om over te stappen naar het familiebedrijf.
En dat is uiteindelijk gebeurd in 2003. Maar toen had ik al een aantal jaren bij Unilever gewerkt. Dus het was echt wel een keuze om zeg maar, binnen het bedrijf te gaan starten. Wat maakte die keuze om het te doen? Nou, een paar redenen. Ik denk één, dat ik zag een enorme uitdaging in de baan die ik kon gaan doen. Ik werd in de eerste instantie verantwoordelijk voor marketing en productontwikkeling binnen het bedrijf. En ik zag dat daar nogal veel kansen waren om zeg maar, veranderingen door te voeren die het bedrijf ten goede zouden komen naar de verdere toekomst toe. Ja. En ik had ook zelfs zoiets, ja, je kunt aan de zijlijn gaan staan en zeggen van hoe het allemaal zou moeten. Maar de echte verantwoordelijkheid pakken en er iets aan gaan doen, sprak mij bijzonder aan. En het tweede is, wat er zeker een rol speelde destijds, was de zesde generatie nog werkzaam in het bedrijf. Waaronder mijn vader werkte toen ook nog in het bedrijf. En het leek mij wel bijzonder om in ieder geval nog meegemaakt te hebben. Om met mijn vader, maar ook met zijn broers en neven nog even gewerkt te kunnen hebben. Als ik wat langer gewacht zou hebben, dan zou ik dat in ieder geval niet meer meegemaakt hebben. Hmm. En dat zou ik wel jammer gevonden hebben. En ooit, zou kijken. Precies. En ooit spijt gehad van die keuze? Nee. Nooit een moment gehad dat je s'avonds in de spiegel keek en denk... Nee. Nee. In elke baan, in elke omgeving waar je ook werkt, zijn er altijd wel momenten dat je echt denkt van, dat je even ergens doorheen moet slepen. Ja. Dat is niet uniek bij het familiebedrijf. Nee. Maar ik heb daar absoluut geen spijt van. Want het was sowieso al, die eerste paar jaren waren al heel bijzonder. Maar wat het laatste... toen even die overgang van die generatie natuurlijk. Ja. Dat je dat volledig hebt meegemaakt. Van de een op de andere generatie overgaan in het bedrijf. Is een bijzondere ervaring. Want hoe lang duurt zo'n proces? Zo'n proces duurt jaren. Als je het goed doet. Dus als je het goed doet, dan ben je er als familiebedrijf al jaren mee bezig. En hoe doe je het goed? Stapje voor stapje zeg maar zorgen dat je de overgang van de ene generatie in de andere generatie heel goed begeleidt en dat je over elke stap goed nadenkt. Want er komen niet alleen dingen zoals fiscale zaken aan de orde. Hè. Je moet aan de meest gekke dingen denken bij dat soort beslissingen. Het is ook een kwestie van de nieuwe leiding in het bedrijf, de oude leiding gaat eruit. En je wilt die overgang zo goed mogelijk laten verlopen. Alles ten behoeve van de succes van je bedrijf. Ja. En dat moet je zorgvuldig doen en dan kun je beter op tijd mee beginnen. En je hebt nu een directie van 5 personen? Ja. Hoe gaat dat? Ja, dat is een hele mooie manier van samenwerken. Het is natuurlijk uniek dat je met alleen maar familie, in ieder geval in de directie samenwerkt. Want bedrijf werken natuurlijk ook ontzettend veel niet-familieleden. Ja. Waarvan wij eigenlijk zeggen dat zijn ook mensen die onderdeel van onze familie zijn. Ja. Heet weliswaar geen Swinkels met de achternaam, maar moeten zich net zoveel verbonden voelen als dat de familie zich verbonden voelt. Dat is voor ons net zo belangrijk eigenlijk. Nee, maar dat is een unieke samenwerking. Want je kent elkaar vaak al van de jongs af aan. En wij hebben alle 27 in het bedrijf werkzaam. Zijn we al ooit begonnen op hele jonge leeftijd met vakantiewerk. En wat houdt vakantiewerk in bij de familie Swinkels, zeg maar? Dan sta je aan de lopende band gewoon... Ik ben zelf ooit begonnen op hele jonge leeftijd, 14-jarige leeftijd aan de lopende band. Mocht het al 14? Ja, heftruckchauffeur ben ik geweest. Op je 14e? Ja, heftruckchauffeur. Mocht het wel? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Rijden, Peer. Ja. Precies, ja, dat was er nog in die tijd. Dus heftruckchauffeur, lopende bandwerk. Ik heb op het kantoor in Engeland gewerkt. Voor de administratie heb ik gewerkt. Ik heb als bijrijder op de horeca-vrachtwagen gewerkt. Ik heb van alles gedaan. Geldt dat voor en zo, heeft het met al die familieleden, ja, zeg maar... Je komt nooit zomaar als wonderkindje woep meteen de boord in. Nee. Zo werkt dat niet. En zeker in een groot familiebedrijf als onze niet, waarbij heel veel familieleden zijn. Dat is heel anders geworden. Want het gaat niet allemaal altijd goed. Hoe doe je discussies of conflicten of meningsverschillen? Hoe werkt dat anders? Of werkt dat anders dan bij een normaal bedrijf? Nou, wij moeten eruit komen altijd. Dat is eigenlijk heel simpel. Bij elk ander bedrijf weet je van, nou god, weet je, die persoon gaat wel weer... Bij de meeste hele grote corporate bedrijven... Die schiet wel weer door en anders dan blijven werken we er wel uit. 2, 3, 4 jaar zitten op een baan. Dus ja, je weet altijd, er komt een moment dat ik met die persoon niks meer te maken heb. Nee, bij ons is het zo dat je moet eruit komen. Want je zit vaak heel lang in het bedrijf, met dezelfde mensen. En dat helpt ook wel om zeg maar zaken, als er mogelijk een conflict zou kunnen zijn... Dat je weet van, ja, we moeten dit uitpraten... Want anders gaat het bedrijf in de weg zitten. Maar ik kan me wel voorstellen dat iemand gewoon niet op de goede plek zit. Dus dat je als familiebedrijf uiteraard continuïteit moet nastreven. Of ook gewoon dat moet gebeuren. Maar dat wel iemand op een bepaalde plek... Dat je op een gegeven moment gewoon conflict krijgt. Ja, maar die moet daar gewoon weg.
Ja, nou ja, kijk, dat kan natuurlijk voorkomen. Dan heb je altijd nog een directie, een raad van commissarissen, et cetera, waardoor dat in het governance-model, bestuursmodel van het bedrijf goed geregeld is. En hoe heb je dat commissariaat dan ingevuld? Dat zijn geen familieleden dan? Gedeeltelijk familie en gedeeltelijk niet-familie. En hoe kies je dan de niet-familieleden in het commissariaat uit? Want die hebben vandaag de dag soms toch ook wel een hele kleurrijke rol, zo'n raad van commissarissen. Ja. Dat is geen vrijblijvende functie. Nee, dat is het zeker niet. Maar want wie zit er dan nu in die niet van de familie zijn bijvoorbeeld? Noemen ze iemand? Ja, Jan-Willem Sieburg of Jan-Willem Bout. Dat zijn twee mensen die niet familie zijn en wel onze raad van commissarissen zitten. En waarom zitten die daarin? Nou, dat is één, omdat daarboven hebben we weer een familiestichting hangen. Jee. Dat is de aandeelhouder van ons bedrijf. Ja. En natuurlijk hebben die een officiële benoemingsrecht van de raad van commissarissen. Maar ook de voorzitter van de raad van commissarissen of de raad van commissarissen zelf bekijken die benoeming samen met de directie uiteraard. Ja. En noem eens dingen die, wat waren spannende, jij zit er nu dus, wat is het, 13 jaar, zoiets, 12, 13 jaar, vanaf 2003. Wat waren spannende leermomenten, heette dat achteraf? Ja. Als het gaat om het runnen van het familiebedrijf, hè, wat waren momenten, dat was wel pittig. Nou ja, goed, kijk, ik denk dat voor ieder familiebedrijf, en daar is ons familiebedrijf geen uitzondering, is dat het de wisseling van de wacht, zeg maar, dat is een heel belangrijk moment. Dat is een emotioneel moment ook? Ja, dat is een emotioneel moment. In de familie. En je moet eigenlijk wat heel belangrijk is dat het een fair proces is. Dus een eerlijk proces is voor mensen. En dat het voor iedereen transparant en duidelijk is. Hè? En met name voor de bestuurslagen in het bedrijf heel transparant en duidelijk is. En wat is daar met name het moeilijkste aan die overgangsfase? Het loslaten van de oudere generatie? Nou, bij ons is dat denk ik heel goed verlopen. Dus dat is ook een van de succesfactoren waarom we zo'n uitverkiezing en zo'n prijs hebben gekregen, onder andere. Hè? Want als dat soort zaken niet goed verlopen, ja, dan krijg je dat soort prijzen natuurlijk niet. Nee. Het is voor ons wel goed verlopen, maar waarom is het goed verlopen? Omdat het denk ik bij ons zorgvuldig is gebeurd. Volgens een eerlijk proces is gegaan. Waarbij we heel duidelijk het bestuursmodel hebben gevolgd zoals dat behoort te gaan in een familiebedrijf. En waarbij de familie die er zat, dus de vorige generatie, die is niet blijven zitten, om het zo maar te zeggen. Die hebben 62 zijn die met pensioen gegaan. Dat was destijds ook zo geregeld in de statuten. He, daar hebben we natuurlijk wel de statuten ooit op moeten aanpassen enzovoorts. Ja, die zijn niet voor niks ontstaan. Er zijn in het verleden wel eens mensen geweest die konden niet loslaten. Nee, en als je het niet kan loslaten, ja, dan maak je geen ruimte voor de volgende generatie. En daar zijn ook familiebedrijven wel eens aan kapot gegaan. Ja, 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 ja. En dus ik zeg niet dat dat een gouden regel is, want er zijn vast uitzonderingen te verzinnen waarbij een familie misschien heel lang is blijven zitten en toch succesvol is gebleven. Maar over het algemeen is het goed voor een bedrijf om te zorgen dat die doorstroming er op een gegeven moment ook komt. Hè. Dus en vandaar dus, die leeftijdsgrens van 62 jaar. Ja, gewoon statutair regelen ook. Ja, zodat ook gewoon regelen. Daar, en zorgen dat daar geen misverstand over kan bestaan. Nee, precies. En toch, hè, denk ik dan, met zo'n familiebedrijf, daar zijn ook types die dan formeel niks te zeggen hebben, maar wel familielid zijn, maar die een hele belangrijke rol spelen. Werkt dat bij jullie ook? Vaak zijn dat ook misschien wel, in mijn beeld zijn het dan ook vaak bijvoorbeeld vrouwen op de achtergrond, weet je wel, die dan formeel niks zeggen, maar die een hele belangrijke stem hebben eigenlijk. Hoe gaan jullie daarmee om? Dus familieleden die statutair en niet genoemd worden, hebben geen functie, maar zijn wel van belang. Nou ja, kijk, daar maakt ieder familiebedrijf zijn eigen afweging in, maar bij ons is het heel duidelijk die afweging. Daar heb je niks mee te maken. Nee, ja, partners van hebben in ons bedrijf feitelijk niks te zeggen en ook niet informeel niks te zeggen. Dus dat wil zeggen dat... Kun je dat afdwingen? Nou, heel simpel gezegd, even om een mooi voorbeeld te geven. Ja? We hebben zelfs een regel waarbij we zeggen, als een familielid in een bedrijf werkt, dan kan zijn of haar partner kan niet in het bedrijf werken. Als de partner, komt ook voor, is ook voorgekomen in het verleden, in het bedrijf werkt, dan kan het familielid er niet in werken. Ik heb zelfs meegemaakt dat een partner er werkt, het familielid er ook gevraagd werd om te komen werken, is de partner weg moeten gaan. Dus bij ons is dat zeer strikt gescheiden. Nogmaals, dat is ons model, zoals wij werken, omdat wij zeggen, luister, de familiebedrijf is de familie. En de partners zijn natuurlijk een belangrijk onderdeel van onze familie. Ja. Maar die hebben verder met het bedrijf als zodanig formeel niks te maken. Hoe ziet de kerstdiner bij jullie eruit? Dat is heel gezellig, want er wordt veel bier gedronken. Ja, snap ik. Ja. Maar waar heb je het dan over? Nou ja, over van alles en nog wat. Het bedrijf natuurlijk ook. Ja. Het bedrijf komt ook wel aan bod. Maar we hebben er een beetje voor gekozen als bedrijf om de rol van de partner wel belangrijk te vinden. Ja, ja. Maar niet te verbinden aan toekomst van het bedrijf of beslissingen die in het bedrijf gemaakt worden. En dat weet iedereen. En dat is geen onnatuurlijke situatie. Nee, maar dat is ook cultuur. Daar groei je in. Dat is in de historie al lang zo ontstaan.
En ja, dat werkt wel zo prettig, maar ook vooral duidelijk. Hè? Duidelijkheid is heel belangrijk. Evolueert dat model? Want ik noem het maar even, het is bijna een model. Ja. Hoe je zo'n bedrijf structureert en hoe je met dingen omgaat. Evolueert dat in de loop der generaties? Jawel, dat evolueert. Ja. Ja, dat zie je alleen al aan het feit bij ons dat mijn opa en zijn twee broers... Die waren met z'n drieën enige eigenaar van het bedrijf en werkte ook bij het bedrijf. Toen kwam mijn vaders generatie en daarvan was zeg maar driekwart van de familie was ook werkzaam in het bedrijf. En mijn generatie is nog geen 15% werkzaam in het bedrijf. Hè, dus de meerderheid van de familie werkt helemaal niet bij het bedrijf. Maar dat maakt het natuurlijk wel een verschil. Ja. Voordat ik over die actiegeneratie wil praten en of daar voldoende aanwas is, wat wel interessant vind is, hoe gaan jullie om met financieel beleid? In de zin van, ik kan me voorstellen dat jullie verdienen geld. Tenminste, dat is de bedoeling. Dat doen jullie, hè? Ja, dat zal wel moeten, want anders kun je niet voorbestaan. Nee, was een grapje. Ja. Maar sommige mensen denken van, nou, doe mij maar dividenduitkeringetje. En anderen die zeggen van, Oftewel, is het financiële beleid net zo structureel gemodelleerd bijna volgens een principe? Ja. Dus we hebben daar bepaalde vereisten. Ja. Ook als het gaat om investeringen bijvoorbeeld of innovaties. Ja, we hebben dat ook statutair weer goed geregeld en vastgelegd. Maar bijvoorbeeld dividendbetalingen, daar hebben wij ook een bepaalde rekenregel voor hoe we daarmee omgaan. En dus altijd een dienste van het bedrijf, hè, want de familie staat niet boven het bedrijf, de familie staat ten dienste van het bedrijf. Hè, dus vanuit die redenatie en de continuïteit van de onderneming hebben wij dat soort dingen ingericht. En dat werkt ook? Dat werkt. Ja, dat werkt heel erg goed. Want ook daarbij geldt weer duidelijkheid is alles. Ja. He, want zolang maar voor iedereen duidelijk is van luister eens, ik ben certificaathouder in het bedrijf en dan kan ik daar en daar op rekenen ongeveer. Hmm. Dan houdt het. Rust is een heel belangrijk thema in een familiebedrijf. He, de rust, zodat je in ieder geval op de lange termijn de juiste beslissingen kan maken, zodat het allemaal ten goede komt van het bedrijf. Hoeveel certificaathouders zijn er in die stichting? Nou, meer dan 130 inmiddels. Okay. Ja. En hoe wordt een familielid certificaathouder? Nou, dat is bij vererving. Hè? Dus uiteindelijk mijn kinderen zouden dan weer via vererving de certificaat doorkrijgen. Ja. Hoe zit het met de actiegeneratie? Je kunt het ook wel op de interne markt kun je het wel kopen en verkopen. Oh ja? Ja, dat kan ook. Dat is de familiemarkt? Ja. Dat is loof en bieden? Ja, dat is een familiemarkt, ja. Oh ja? Ja. Interessant. Kan. Wat gaaf. Ja. En de actiegeneratie? Ja, die zijn nog jong? Want jij bent daar al wel. Ik ben een van de jongste van de zevende generatie. Hè? Dus de oudste van de achtste generatie, die is pas een paar jaar jonger. Die is maar een paar jaar jonger dan ik. Okay. Dus die generaties zijn natuurlijk logisch. Hè? Die gaan steeds meer in elkaar overlopen. Hè? Ja. Mijn vader komt uit een gezin van 15 kinderen. Hè? Dus en mijn vader was nummer 13 in het gezin. Dus ja, daar zit al bijna een generatie tussen mijn vader als een van de jongsten en zijn broer, die een van de oudste broer, zeg maar. Is het wat dat betreft uitzonderlijk dat er nu een directie is met alleen maar zevende generatie? Want ik kan me ook voorstellen dat dat door elkaar heen loopt, toch? Generaties in de directie. Ja, maar dat is nu nog zo het geval. Maar als je dadelijk naar de achtste, negende, tiende generatie gaat, dan zal dat meer in elkaar gaan doorlopen. Ja. En wat kunnen we verwachten op de komende 2 jaar? Zeg maar, komt de achtste generatie her en der al opstomen? Op dit moment zijn we natuurlijk pas eigenlijk net, sinds 2004, dus 12 jaar, zijn wij zevende generatie bedrijven aan het leiden. Ja. Voorlopig is het nog natuurlijk die zevende generatie aan zet. Alleen, ja, we gaan goed kijken naar hoe we daarmee naar de achtste generatie weer om moeten gaan. Dat is ook weer zo'n proces in de generatieopvolging binnen het bedrijf waar we de tijd voor nemen. Maar dat loopt nu al. Ja, het feit dat we daarover aan het nadenken zijn, hoe we dat moeten gaan doen enzovoorts, dat loopt nu al. En spotten jullie dan ook als een soort voetbalscout? Kan ik me voorstellen dat je in de familie zegt, ons Pietertje, dat is typisch iemand die we over 5 jaar daar en daar gaan zien, op die en die plek. Of werkt dat niet zo? Ja, maar dat zijn dus van die processen, die moet je gewoon transparant en eerlijk hebben. Ja, ja. En daarvoor is het overigens voor veel familiebedrijven een heel goed idee om een familiestatuut te maken. Ja. Ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt, maar dat is geen officieel statuut, hè, zoals je letterlijk vastlegt bij de notaris. Ja. Maar dat is een familiestatuut. En dan denk je als familie na met elkaar over dit soort zaken. Hè, dus hoe ga je om met het binnenhalen van bepaalde familieleden? Dat zijn onderdelen, hoofdstukken in zo'n familiestatuut, waar je met de familie, met elkaar, zeg maar, schrijf je eigenlijk zo'n statuut. En iedereen kent dat statuut ook maar je en weet wel ook hoe dat in elkaar zit. Ja, maar je mag wel trouwen met wie je wil.
Ja, dat zou toch... Nou, zou... Ik kan me een gevoelig scenariootje voorstellen. Nee, maar stel dat je... Ik mag het niet... Stel dat je een Heineken trouwt. Ja, nee, dat is echt aan de privépersoon. Ja, dat mag. Geval, ja. Ja? Ja, dat is echt okay. Zo. Ja, nee, ja. Ik kan me zo voorstellen. Ja. Achterkans overigens niet zo groot. Nee. Maar ja, liefde overbrugt elke... Nou, dat is niet waar. Nee, vergis je. Nou. Nee, want de oudste broer van mijn vader, mijn oom... Ja? Die is ooit getrouwd met de dommelsdochter. Nee. Ja. Dus nee, dat is wat ze... Maar toen was privé... Echt voor. Ja, maar privé en werk wordt dan strikt gescheiden. Ja, absoluut. Ja. Prachtig. dat is nog wel een inhoudelijke vraag. Of dat nou over financieel beleid of over marketingbeleid. Want jullie blinken op een aantal vlakken echt uit. En hebben daar een hele eigen entiteit in. Hoe ontwikkelen jullie kennis? Ik kan me zelfs voorstellen dat jullie een Bavaria Academy, ik weet het niet, hebben. Maar hoe, is dat learning on the job? Of theoretiseer je dat ook? Of modelleer je dat ook? Hoe bouw jij kennis op binnen het bedrijf? Ja, kennis. Het grote voordeel van familiebedrijven is vaak dat ze kennis lang vast kunnen houden. Ja. Dus de continuïteit van het management is een van de grootste voordelen van het familiebedrijf. Waarmee we vaak ook de niet-familiebedrijven kunnen outperformen in de markt. Ja. En hoe bouw je dat op? Ja, dat is natuurlijk één, toch gewoon bepaalde instrumenten die je in het bedrijf daarvoor hanteert. Wij hebben inderdaad zo'n soort academy waar je net al naar refereert. Maar het is ook gewoon een kwestie van de goede overgang van persoon op persoon. Dus kijk nou alleen al die overgang van generatie bij ons. Toen de vorige generatie vertrok, ja, dat heeft toch jarenlang een overlap gehad met mijn generatie. En jij neemt daardoor heel veel kennis mee van die vorige generatie. Hmm. Belangrijk is wel dat je die kennis vooral gebruikt om naar de toekomst toe nieuwe successen neer te zetten, maar ook niet laten verstikken door kennis. Maar dat is natuurlijk gevoelig, hè? Dat je aan de ene kant, dat hoor je natuurlijk vaak, hè, van bij familiebedrijven of kleinere bedrijven ook met name, hè, van het pa moet eruit, maar heeft oude denkbeelden en zoon lief gaat het overnemen, maar heeft hele nieuwe denkbeelden. Ja. En dat is vaak heel gevoelig en heel pijnlijk vaak. Maar jullie zeggen dat voorkom je juist door heel zorgvuldig daar... zeg maar gestructureerd jaren over te doen. Ja, en ook om op een gegeven moment toch ook een harde deadline te stellen... Bij het uittreden van de vorige generatie. Zachte heelmeesters maken stinkende woorden. Ja, dus het proces moet zorgvuldig gebeuren tot een bepaald moment. En dan is het ook echt duidelijk. Zo hebben wij het in ieder geval gedaan. Mag je zeggen wel dat rondlopen ze nu en dan? Ja, nee, maar dat gebeurt dus wel heel veel. Hè? Dus dat is natuurlijk wel weer mooi. De betrokkenheid is enorm. Ja. Maar dat is ook de ambassadeurschap is natuurlijk enorm belangrijk in familiebedrijven. Ja. Dus dat is niet hard, noem ik hem even. Wat hard is van het bestuursmodel. Dat is hard. Ja. En de flexibiliteit en de dynamiek als het gaat om het concurreren met keihard commerciële bedrijven is door deze structuur niet logger. Nee, wij zijn uiteindelijk ook een commercieel bedrijf. Nee, absoluut niet. Want wat je ziet is, tenminste bij ons in ieder geval, is dat je probeert natuurlijk ook een zo wendbaar mogelijke organisatiemodel daarop neer te zetten. En ja, dat maakt het succes. Dat is niet anders dan bij andere bedrijven. Soms worden familiebedrijven heel erg veel vergeleken met elkaar. Terwijl het ene familiebedrijf iets totaal anders is als het andere familiebedrijf. Eigenlijk niet te vergelijken. Ja. En wat dat betreft zeg ik altijd, een familiebedrijf is net een normaal bedrijf. En het moet eigenlijk zoveel mogelijk als een normaal bedrijf geleid worden. Want dan wordt het vaak het meest succesvol. Ja. Spannend verhaal. Heel zorgvuldig. Ja, dat soort zaken moet je zorgvuldig doen, maar je moet ook duidelijk zijn en op een gegeven moment ook hele duidelijke stappen durven zetten. En kijk naar onze generatie, wij doen dingen echt anders dan de vorige generatie. Ja. En daarbij weten we dat we voortbouwen op het succes wat de vorige generatie heeft achtergelaten. Maar dat wil niet zeggen dat we daarmee hetzelfde alles moeten doen zoals de vorige generatie doet. Ja. Wij doen zaken echt anders dan de vorige generatie. En dat is maar goed ook. En ik denk dat de vorige generatie ook zal erkennen dat maar goed is voor het bedrijf. En dat zal de achtste generatie weer van jullie zijn. En dat zal de achtste generatie ook straks weer gaan doen. En zo moet het zijn. Ja. Dankjewel, Peer. En dankjewel voor het kijken naar weer een aflevering van Financial Focus. Namens ABN AMRO, Mees Pierson. Kijk voor meer interviews op financialfocus.nl. Voor nu, dankjewel. Dag.